Goedemiddag alweer, beste mensen. Bedankt dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog. En ja, vandaag is het even een rustig dagje. Twan, die zit nog steeds hier. En ik heb de vlog net geüpload en gerenderd en de hele mintbak ingepland. Hij staat gewoon om 3 uur gewoon netjes, zoals het hoort, online te staan. Ik hoop dat deze vlog ook... Ja, dan gaan we mijn iPad opeens aan. Oké. Ook een beetje gekjes. Maar we gaan er gewoon weer een leuke dag van maken. En ik hoop dat jullie ook weer zin hebben in deze vlog. Dus ja, doe er alvast een duimpje omhoog. En ik hoop dat we gewoon weer gewoon zo doorgaan. Ik ga gewoon proberen om gewoon tot aan na de vakantie elke dag te uploaden. Maakt niet uit hoe lang de vlog is. Nou, eigenlijk wil ik gewoon minimaal 10 minuten. Maar ook een beetje vanaf wat ik eigenlijk te doen heb. Want ik kan wel 10 minuten een vlog maken. Maar als er meer praten is dan vloggen, ja, dan is het ook een beetje nutteloos dus. Maar ik ga in ieder geval me klaarmaken. En dan gaan we kijken wat we nog vandaag gaan doen. Ik heb me helemaal klaargemaakt en Twan heeft zich nog niet klaargemaakt. Jongen. En hij zegt nu, jongen. Nee, maar ik heb... Ja, ik weet het eigenlijk niet, maar... We gaan dus vanavond pizza eten. En voor de rest... Zie je dat mijn tv straks over 5 minuten uitgaat. Ja, het is een beetje een saaie dagje vandaag. Ik heb hier dus een Amstel biertje. Met een delletje met McDonald's mayonaise. Want die had ik nog over. En Twan is nu de laptop aan het koppelen voor Disney Plus. Dat we dan een film kijken. En dan gaan we hier van. Nou, ik sta op punt om het Twan uit huis te zetten. Uit huis? Nou ja, uit huis. Maar dat hij... Naar zijn eigen huis gaat in Zwolle. En dan kijken we wel een beetje hoe we deze avond nog een beetje gaan invullen. Maar het is sowieso een beetje een iets saaiere vlog dan de vlog van gisteren. Die van gisteren was hartstikke leuk. Wat, met Hellendoorn? Ja. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb Twan gewoon netjes... ik was echt bijna thuis afgeleverd. Maar ik heb hem nog even uitgezwaaid hier op het station in Kampen. En ik zit hier weer een pizza te maken. Ik heb, ik heb wel gewoon een pizza gegeten. Alleen de pizza's van Jumbo zijn wel lekker. Alleen het is dun. Dus ik heb er dan nog een pizzatje in. Van een pizza mozzarella. Dus ik vind de mozzarella altijd hartstikke lekker. En nu ook vooral omdat ze ook nog steeds in actie zijn. 3 pizza's voor 6 euro. Zeker niet duur. Het was altijd wel ietsjes goedkoper. Voor mij was het eerst 3 pizza's voor 5 euro. Maar ja, alles wordt duurder. Dus dan maakt het alsnog niet uit dat het 3 pizza's zijn voor 6 euro. Maar ik zag dat de vlog van gisteren heel goed was bekeken. En ook die van eergisteren. Dus daar ben ik heel erg blij om te horen. En dat geeft me ook nog steeds weer inderdaad motivatie. Als de kijkcijfers weer inderdaad weer goed zijn. Ja, en zo dat ik af en toe wel eens vaker beweeg in mijn vlog. Want het lijkt net alsof het in de achtbaan zit. Maar ik hou ervan. Want ik hou er niet van om steeds stil te gaan zitten. Dus ik ga zo gewoon lekker genieten weer van de pizza. Die nog zeker wel 8 minuten nog in de oven zit. Ja, en ik heb ook de tweede zak kruidnoten sinds eind augustus weer gekocht. Ja, nou ja. Dat is het gekke. En ik wil Albert Heijn daar dan weer niet omlaag mee halen. Maar de Albert Heijn, kijk, het scheelt 10 cent. Maar bij de Jumbo zijn ze 4,39 euro. Bij de Albert Heijn zijn ze dan 4,49 euro. Dus ik dacht van, nou weet je, als ik dan toch bij de Jumbo ben, dan haal ik het wel. Kijk, als ik dan bij de Appie was, dan had ik het dan waarschijnlijk wel weer daar gehaald. Maar het is zeker niet de bedoeling om Jumbo en Albert Heijn hier dan weer omlaag te halen. Want ze zijn allebei gewoon goede winkelketens. En hun zijn ook wel goed in hun acties. Maar ik vind het wel jammer. Over de Albert Heijn trouwens. Dat ze dan voor 1 week lang alleen maar dan de Waldkornbrood in de actie doen. Eigenlijk vind ik met... met de dagelijkse dingen, dus inderdaad brood, dat eigenlijk 2 weken hoort te zijn. Maar ja, ik weet niet of ze dat nog een keer weer kunnen doen. Want ze hebben dan inderdaad afgelopen week dus deze actie gehad van in mijn bonusbox. Maar 3 weken terug hadden ze dat ook. Dus ik hoop dat er in de toekomst weer dan
zo'n actie is. En sinds dat ik weer loop te lullen, duurt het nog 6 minuten voordat mijn pizza klaar is. Dus ik zie jullie dus als mijn pizza klaar is. Ziet de pizza er dus klaar uit en ik zie dat mijn camera weer lekker weer bijna leeg is, 5%. Maar we gaan alsnog gewoon vandaag gewoon proberen met die 5%. Gewoon dat is de vlog, maar zo ziet de pizza dus als die er heel uitziet. En zo ziet de pizza eruit in stukjes. Ja, ik heb even snel lopen snijden, nou ja. Het ziet er gewoon prima uit. Ik ga hier lekker van genieten met een Amstel biertje, 2%. Nou, ik zou zeggen, neem het, ik vind het hartstikke lekker. Wel 18, ja, hiervoor moet je wel 18 zijn, maar ja, dat is, ik vind het hartstikke lekker. Ik ga je ook nog even de vlog van Giovanni laten we even weer kijken. Toen hij nog met Jade had en ook dat hij naar Halloween Friday Nights ging bijna 2 jaar geleden. Joh. Ja, ik ging even inzoomen, maar ja, ik ga hier lekker van genieten. Ik ga de vlog hierbij afsluiten. Het is 11:15, maar ik voel me ineens heel erg moe. En ik was bijna in slaap gevallen, maar ik dacht bij mezelf, nee, ik moet nog de vlog afsluiten. Zo, ik heb jij gewoon genoten van deze vlog. Zo ja, top. Vergeet niet een dikke duim omhoog te zetten, vind je mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgen gewoon terug bij de vlog om 3 uur in de middag. En dan zeg ik, zoals altijd, later.